Er zijn verschillende openers op de markt te verkrijgen. Met allemaal net even een ander systeem. Dit gaat er omheen, waardoor je wat meer grip heeft. En dit systeem, dat kan je er gewoon bovenop zetten. Het valt eigenlijk automatisch al goed erin. Je hoeft niet zo te zoeken wat dat er gaat. En doordat zowel de binnenkant als de buitenkant anti-slip is, heb je zowel grip op de dop, maar ook je handen glijden er niet vanaf. Dit is dan wel voor wat grotere artikelen en dit is dan bijvoorbeeld voor een frisdrankflesje bijvoorbeeld. Deze wil ik eventjes wat meer laten zien, want deze heeft verschillende haakjes waar dopjes achter kunnen blijven hangen. Mm-hmm. Dus je kan verschillende maten daarmee mee openen. En deze wordt bijvoorbeeld ook door het Reumafonds geadviseerd. Nou, hebben we hier een flesje, dan zou je het een keertje uit kunnen proberen. Gewoon er bovenop? Ja. Zo. Je kan eigenlijk draaien. Ja, dat gaat inderdaad, je hoeft alleen je hand een beetje te draaien. Ja, precies. Het ligt er ook soms aan hoe je het wil gebruiken. Mensen gaan automatisch eigenlijk draaien met de dop. Maar ik zag jou net ook al een beetje gaan draaien met de andere hand. En het kan ook prima werken namelijk. Dus ja, het is maar net met welke hand je wat sterker, wat meer kracht gaat geven. En de andere, hoe flexibel je dan ook eenmaal bent. Nou, hier kan je ook zien dat dit soort artikelen op zo'n pot, het werkt vaak niet. Terwijl dit dan wel prima kan werken. Ik kan deze kietje uitproberen. Door inderdaad ook de hendel vast te houden en naar je toe te trekken, dan gaat het ook heel gemakkelijk. Werkt prima? Ja.